Ik ben Valérie Vermandel en ik werk voor Whitewood als Chief Development Officer. Whitewood is eigenlijk een Vlaams familiebedrijf. Onze eigen investeringen zijn opgericht in 2008, waarbij Multi eigenlijk onze eerste grootschalige ontwikkeling is. En telkens als wij gebouwen aankopen en eigenlijk projecten gaan benaderen, gaan we altijd zien van hoe zit het in zijn context, hoe kunnen we het transformeren en hoe kunnen we het duurzamer maken. Omdat we altijd portefeuilles kopen waarvan we zeggen value-add of opportunistisch, dus portefeuilles die op een of andere manier behandeld gaan moeten worden, gaan we altijd zien wat is de bestaande toestand en hoe kunnen we het duurzamer maken eigenlijk naar de toekomst toe. Dus de Philips-toren is eigenlijk een toren dat gebouwd werd rond 1969, eigenlijk in een groter plan van, eigenlijk van de buurt, die eigenlijk draaide rond de Le Plan Techné. Le Plan Techné is eigenlijk een stedenbouwkundig plan waarbij eigenlijk heel vooruitstrevend werd gezegd, kijk, het centrum van de stad willen we eigenlijk voetgangerszone maken. Dus we gaan eigenlijk binnen de bestaande mini-ring van Brussel nog eens een kleinere ring maken, waarbij eigenlijk alle auto's gaan moeten stoppen. En we gaan verschillende échangeurs zetten op die kleine ring waar de auto's kunnen parkeren. En vanaf die zone gaat je eigenlijk een voetgangerszone binnen. En échangeur nummer 1 in de jaren 60 was eigenlijk Place de Brocaire. En op Place de Brocaire gaat je daarom ook heel veel parkings vinden. Heel veel ten opzichte van andere zones in Brussel. Eigenlijk wel bewonderenswaardig. Natuurlijk, als je ontwikkelaars bekijkt, ja, die dachten van échangeur, een belangrijk kruispunt in de stad. Hoe zou het niet interessant zijn om die zone ook mee te gaan ontwikkelen? En samen met Charlie de Pauw ook destijds en de groep Structuur werd het dus eigenlijk de twee gebouwen die er vanaf waar die vandaag staan, Centre Monet en Multi, eigenlijk mee opgebouwd op die échangeur nummer 1. De ene is naar de administration La Ville en Bipost gegaan en de andere is effectief naar Philips, het bedrijf zelf, gegaan die dan het project verder hebben ontwikkeld. We kunnen hem niet afbreken, dat zou ook eigenlijk een raar soort correctie van de geschiedenis zijn. Dus ik vind dat we de stad meerlagig moeten zien. Dat we de brutaliteit erbij moeten nemen en dat we daar vandaag opnieuw iets van kunnen maken. En dat is precies wat de architecten hier heel goed gedaan hebben. In 2015 kregen wij de kans van Whitewood en Immobel om een haalbaarheidsstudie te maken voor het hergebruik van dat gebouw. Voor dit project was onze vraag eigenlijk oorspronkelijk om een haalbaarheidsstudie te maken. Omdat we zijn vrij jong, dus we wouden zien wat gaan we met het gebouw doen. En zij hebben dan een analyse voor ons gedaan. Kijk, dit zijn verschillende scenario's, ook meer residentieel in en zo in het begin, waar we eigenlijk naartoe kunnen gaan met dit pand. En die haalbaarheidsstudie was heel goed. En oorspronkelijk dachten wij dat te gebruiken om een wedstrijd te lanceren. Maar omdat we zo blij waren van de studie, hadden we aan Konings gevraagd van ja, doet een pitch, hè, presenteert wat dat jullie echt ontwerpmatig zouden willen doen met het gebouw. En als het ons aanstaat, dan gaan we met jullie verder en dan gaan we geen wedstrijd lanceren. En wat dat zij ons voorgesteld hadden, zowel op vlak van architectuur, stedenbouwkundig als duurzaamheid, vonden wij het eigenlijk heel goed. En hebben wij daarom besloten om ook met hen verder te gaan als ontwerpbureau. Duurzaamheid, daar hebben we eigenlijk enorm op ingezet op verschillende vlakken. We wensen het gesloten gebouw terug open te maken, visueel maar ook feitelijk, zodat het eigenlijk een pivotpunt wordt tussen de Pietonnier en de achterliggende Sainte-Catherine-wijk. De ambitie van het gebouw zou zijn dat er geen voor- en achterkant meer zou zijn. Dat eigenlijk beide kanten evenwaardig zouden moeten zijn en eigenlijk de ene kijkend naar Sainte-Catherine en de andere kijkend naar het Brocaireplein. Een van de doelstellingen was om verschillende collectieven publieke, semi-publieke ruimte te maken in het gebouw, de begane grond. De volgende belangrijke is eigenlijk het maken vanuit het atrium via een trap toegang tot de ruimte die aansluit op het stedelijk platform, urban platform, dat zich op het dak van de sokkel betreft en van waaruit je eigenlijk een fantastisch zicht hebt over de Pietonnier. Op een hoogte waarbij je toch nog sociaal contact kan hebben, dat je toch nog kan zien wat er gebeurt in de stad. En dat platform dient eigenlijk om in combinatie met een horecafunctie die zich dan in het gebouw zal bevinden, om daar eigenlijk een beheersbare collectieve ruimte van te maken, buitenruimte, die overdag toegankelijk is en dus partieel publiek toegankelijk is. De
de transparantie en het zicht op de stad vanuit het gebouw mogelijk te maken door eigenlijk heel veel glas te gebruiken, van vloer tot plafond. Waardoor er veel meer daglicht zal komen in het gebouw, dat overigens ook een beetje uitgebreid wordt. Dus de kantoorvloeren worden iets groter, maar worden vooral ook veel lichter. Dus de beleving, de kwaliteit van het werken en de kwaliteit van het elkaar ontmoeten in dat gebouw zal een enorme boost krijgen. Het tweede vind ik ook wel, het is een statement op vlak van architectuur. Je hebt een heel mooi evenwicht tussen het behouden van de heel iconische vorm van het gebouw, de H. De wintertuin op de hoogste verdieping is eigenlijk letterlijk de kroon op het werk. Die bevindt zich ook in de twee extra lagen die we bovenop het gebouw maken. Dus het gebouw wordt wat breder, maar ook wat hoger. Die wintertuin heeft de bedoeling sociaal eigenlijk, om sociaal contact van alle medewerkers in het gebouw maximaal in leuke omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden. Ik denk wat hier exemplarisch is in het gebouw is natuurlijk het hergebruik. Dat groot is, niet alleen omdat men het gebouw behoudt, maar ook in het hergebruik van materialen ter plekke. Dat is de beste vorm van hergebruik, de dingen ter plekke houden. En ten tweede zijn de architecten nog verder gegaan door ook materialen in te passen die van andere bouwwerven komen. En dus op die manier ook hergebruikt kunnen worden. On a d'une part aidé la maîtrise d'ouvrage à un niveau stratégique entre guillemets, donc à formuler des ambitions, à décider de ce qui pouvait être fait, de ce qui était pertinent de faire au niveau réemploi et économie circulaire. D'un autre côté, on s'est assis à la table à dessin avec les architectes, donc on a participé au processus de conception pour voir comment est-ce que dans un projet de cette échelle-là et de ce niveau de complexité, on pouvait intégrer du réemploi et à quel endroit et comment. Et comment est-ce que ça pouvait aussi renforcer le projet architectural. Un choix important dans Multi, ça a été de maintenir une bonne partie de la structure d'origine du bâtiment. Et donc quelque part, en faisant cela, on évite une production de déchets. Donc on est dans le domaine de la prévention de la production de déchets. Pour la matière qui est sortie du bâtiment, enfin ce qui doit être démonté ou enlevé, le choix par défaut, c'est le recyclage. Et le recyclage, en fait, ça consiste à ramener des déchets à l'état de matière première. Donc quelque part, par exemple, le béton est concassé, on en fait un granulat qui peut être utilisé comme un substitut de gravier. L'acier est fondu pour en refaire de l'acier. Donc ça, c'est le recyclage, qui est un processus destructif, mais qui, quelque part, permet de récupérer une matière première secondaire. Et le réemploi, quelque part, c'est une stratégie intermédiaire, puisqu'elle se situe aussi dans le domaine de la prévention des déchets. Donc on prolonge la durée de vie de produits de construction, mais en les démontant et en les réintégrant dans le bâtiment ou ailleurs. Et donc quelque part, c'est un mode de gestion de la matière qui est très doux, puisqu'il demande un démontage soigneux, parfois complexe, qui demande une prise en charge adéquate. In Brussel maken we op dit moment echt een paradigmaverschuiving mee. Een verandering van de vaste mentaliteit, van de vaste gewoonte in de mentaliteit van ontwikkelaars en architecten. Vroeger was het vaak een reflex om een gebouw, als er een renovatie nodig was, volledig af te breken en volledig spiek en span opnieuw op te bouwen. Vandaag zien we meer en meer dat men dat niet meer doet, dat men onderzoekt of het gebouw volledig kan behouden worden, of belangrijke delen behouden, of de materialen behouden enzovoort. Wat de circulaire ambities van Multi betreft, hebben we eigenlijk die bepaald op proberen minstens 2% van de materialen te laten afkomstig zijn van het eigen gebouw of andere gebouw. 2%, dat lijkt heel weinig. Die 2% is overigens uitgedrukt al in gewicht, dus het 2% in gewicht van het gebouw. Maar als ik jullie dan vertel dat die 2% eigenlijk 30% betekent van de afwerkingsmaterialen, ja, dan wordt het eigenlijk wel een substantieel element. Uiteindelijk is de structuur van dat gebouw het overgrote deel en die is volledig bewaard. Dus van alle materialen die er in en uitgaan, is uiteindelijk die 30% in afwerking dus wel echt een ambitieus gegeven. En zelfs nog heel moeilijk om te kunnen realiseren. Maar het is ons toch gelukt. Ce sont des profils en aluminium qui faisaient partie de la façade du bâtiment. Là, on les voit dans leur état brut de démontage. Donc après un demi-siècle d'exposition à la pluie, au vent, etc.
Donc les profils vont d'abord passer par une étape de nettoyage et d'anodisation. Et ils vont être utilisés pour réaliser des luminaires, mais aussi des garde-corps dans l'atrium principal du nouveau bâtiment. Aan de andere kant hebben we natuursteenelementen die behouden blijven en waarvan er ook sommige verplaatst zijn naar andere delen van het gebouw. Want bijvoorbeeld aan de zijde richting Sint-Catharina-wijk, daar breiden we eigenlijk de begane grond uit en herbruiken we natuursteen uit het project. Quand l'ancienne tour Philips a été construite, c'était les carrières du Hainaut qui avaient livré plus de 300 mètres cubes de pierre bleue, donc sous forme de ces éléments avec une finition assez particulière. Il y a une série de blocs qui ont été démontés soigneusement. C'était un sérieux challenge logistique pour le démolisseur de trouver une méthode de démontage adaptée. Voor de nieuwe gevel wordt er gebruik gemaakt van een zeer modulair systeem, terug in aluminium. Volledig demontabel, dus in die zin eigenlijk met het oog op de toekomst ook prima herbruikbaar. Maar dat is dan wel volledig nieuw materiaal. Ici on a environ 300 mètres carrés d'un sol en granit flammé. Il a été démonté dans l'ancien siège de la Générale de Banque à Bruxelles. C'est un très beau sol donc avec un motif assez particulier qui est composé d'octogones allongés et de rectangles qui avait été à l'époque dessiné par Jules Wabs. Et donc ce sol il va être posé dans une zone qui fait la transition entre l'intérieur et l'extérieur au niveau de la nouvelle terrasse qui vient sur le socle.